15 juni 1969 was er, bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de NAVO, een groot vliegfeest in Wildenrath in Duitsland, waar alle mogelijke toestellen werden gedemonstreerd en voorgevlogen. Na het lichtere werk komen nu de zware vulkaan-atoombommenwerpers overvliegen. Terwijl hier een eskader Lightnings zijn kunnen demonstreert.
hier komt dan de beroemde Harrier, de verticaal startende jager achteraan. Hij komt even stilstaan voor de tribune. Als een ijdel vogeltje draait hij rond. Een tweede herrier schiet er onderlangs voorbij met 1000 kilometer. Enorm wendbaar. De pootjes gaan naar binnen, gaat hij een aanloop nemen, dan gaat hij hard. Weer de voorstand. In vrije val vallen de parachutisten van zeer grote hoogte met rookpotjes aan de voeten naar beneden. Daar gaan de chutes open. De gekleurde rookpotjes zijn bijzonder spectaculair. En waarachter, ze vallen nog vlak bij het doel ook nog. Het rookzuiltje is het doel. Een twintigtal English Electric Canberra's maken nog eens een optocht, een processie. Ah, daar komen de Red Arrows, het bekende stuntteam. Prachtige formatie vliegen die kerels.